In de Tour de France van dit jaar gaat het verhaal over de volgende generatie van sprinters gewoon verder. Kittel, Cavendish en Greipel hebben gezamenlijk veel toeroverwinningen achter hun naam staan. En knokken voor meer in deze editie. Na deze mannen kloppen een aantal sprinttalenten op de deur. Dylan Groenewegen debuteert in de Tour en is nog maar 23. Het is natuurlijk heel mooi om tegen die mannen te rijden. Ik heb natuurlijk Californië en ZLM Tour tegen Kittel en Cavendish gereden en Greipel en rondom Keulen. Ja, toen versloeg ik ze en dat was wel een gaaf gevoel. Maar het zou ook zeker heel mooi zijn als het hier lukt. En, ja, je hebt een bepaald respect voor die mannen, maar ja, het zou mooi zijn als je ze hier kan verslaan. Terwijl sprinters als Caleb Ewan en Fernando Gaviria nog niet goed genoeg gevonden worden door hun eigen ploegen, krijgt Groenewegen de volledige steun van Team Lotto NL Jumbo. Met het doel om zich te mengen met de allergrootste en in de hoop het vertrouwen van de ploeg te kunnen verzilveren. Ja, dat geeft wel veel druk mee en een beetje stress, maar dat, ja, ook heel veel vertrouwen en dat is waar we zo hard voor werken. Ja, we vertrouwen in elkaar, dus we gaan altijd van de beste uit en dat, ja, laatst zeker gaat het heel goed, dus hopelijk ook hier. Groenewegen neemt veel zelfvertrouwen mee naar de Tour. Sinds zijn overwinning op Kittel en Greipel in de Ster ZLM Tour afgelopen juni draagt hij wel een heel speciaal truitje. De Nederlandse kampioenstrui. Het winnen van deze trui was speciaal voor zijn ploeg, die voor het eerst sinds 2009 weer een Nederlands kampioen in hun gelederen heeft. Het is een heel mooi gevoel natuurlijk. Ja, om een jaar lang in het rood en blauw te rijden, dat ja, is een heel gaaf gevoel. En zeker omdat je maar kan, 3 weken kan dragen in de Tour. Ja, Lotto Jumbo was natuurlijk de Nederlands grootste ploeg. Dus om dan het rood en blauw te pakken, dat ja, is van Koos Moerad geleden. En dat je dan nu ja, heeft de ploeg om opnieuw. Dus dat ja, is een heel belangrijk iets voor de ploeg. En ja, nu hebben we hem eindelijk weer. Groenewegen heeft een stap voorwaarts gezet met Team Lotto NL Jumbo. Nadat hij vorig jaar ook goede zaken deed bij Roompot, is 2016 een nog beter jaar dan het vorige. Met de kracht van Geel Zwart die hem in de sprints bijstaan, moet dit jaar een doorbraak voor hem zijn. Ik denk dat je eind vorig jaar met een goede 2 overwinningen bij Roompot, maar ja, dit jaar met 7 overwinningen en met de sprint zijn, dat ja, is denk ik wel een beetje de doorbraak. Ook nog met een Nederlands kampioenschap met die trui aan, dat ja, is denk ik wel een beetje een doorbraak. Ja. Dat is vooral, ja, sinds dit jaar ben ik me echt op de sprint gaan toeleggen. En dat gaat heel goed met deze ploeg en ook de trainingen zijn erop afgestemd. Dus ja, dat gaat heel erg goed. En, ja, hopen dat we ook hier kunnen laten zien waar we afgelopen week zo hard voor hebben getraind. Maar nu komt een van de grootste uitdagingen van zijn nog jonge carrière. De Tour de France. Voor iemand die normaal alleen in de Nederlandse laaglanden rijdt, kan dit nogal eens een uitdaging gaan worden. De voorbereiding op de Tour betekende een mix van aangepaste wedstrijdschema's en persoonlijke doelstellingen. Ik heb natuurlijk Californië gereden en dat was ook wel behoorlijk heuvelop. Maar ja, de Tour is natuurlijk weer wat anders. En, ja, het doel ligt vooral bij de eerste week en dan ja, zullen we van elke dag gaan kijken hoe het dan gaat. En of ik dat overleef, maar het is wel mooi als ik de Tour kan uitrijden. En, ja, natuurlijk is het wel ja, een bijzonder iets om die heuvels te beklimmen, maar we gaan ons best doen. Ondanks dat hij de grootte van de Tour de France niet is gewend, is de Tour wel iets waar Groenewegen naar uit heeft gekeken. Met het rood-wit-blauw stevig om zijn schouders is het leren van diegenen die reeds ervaring hebben in de Tour het enige wat hij nu nog kan doen. Ze zeiden al van het is echt heel anders dan andere koers en ja, het hele circus eromheen, al de mensen eromheen, het publiek. Dat ja, de berg 3 weken lang, dat doe je natuurlijk nergens anders. En dat, ja, daar is me wel een beetje voor gewaarschuwd en een beetje voor ingedekt. Dus ja, het is allemaal nieuw voor mij en we gaan het hier zien wat het wordt. Ik droom er al van dat je, ja, dat je 7 jaar was en dat ik begon met fietsen. En ja, dan ook nog met het rood en blauw aan dat in de Tour de France. Dat is natuurlijk een heel mooi gevoel. Ben je klant van KPN? Bekijk dan gratis alle programma's van KPN presenteert op je tv.